Containers om in te slapen, zand tussen de tenen en uitzicht op zee. Dat is het eerste surfdorp in Nederland, bij Scheveningen. Het moet een relaxte hangout worden voor surfers, liefst van over de hele wereld. Let's head down to the beach today, we say oh. Let's head down to the beach today, we say oh. Paul Surfdorp is een idee van Roland Verbiest, voormalig directeur van Doen Evenementen. Hij constateerde dat hier in de afgelopen 10 jaar een heuse surfcultuur is ontstaan. En zag ook dat er in Den Haag, maar ook hier in Scheveningen, plekken helemaal leeg stonden waar niets mee gebeurde. Nou, hij heeft die twee gekoppeld en in 2007 een idee bij de gemeente neergelegd om een surfdorp te creëren. Wat faciliteiten moet bieden aan surfers, maar ook mensen die niets met surfen te maken hebben, kennis te laten maken met deze cultuur. In 2009 zijn we begonnen met bouwwerkzaamheden hier op het terrein. We begonnen toen met 3 containers, 1 kantoortje, 1 hostel cabin waar mensen dus direct konden overnachten en 1 container voor het restaurant. Nou, dat heeft zich in de afgelopen paar jaar ontwikkeld tot wat het nu is. We hebben nu ruim 50 hostelbedden waar mensen kunnen overnachten. We hebben een campingterrein voor teentjes met daarop de wereldberoemde capsule waar je dus kan overnachten in een reddingscapsule. En daarnaast zo'n 5 camperstaanplaatsen voor mensen die met hun camper hier in Scheveningen willen overnachten. In februari 2012 hebben we het restaurant nog helemaal verbouwd. Nu is het, nou ja, het restaurant zoals we het graag willen. Open ruimte waar we veel mensen kwijt kunnen. We bieden ontbijt aan elke dag, lunch en een diner, een daghap, vis, vlees en vega. Maar daarnaast kunnen we het ook inzetten als feestruimte en bieden we de mogelijkheid aan bedrijven om hier vergaderingen te organiseren en borrels. We bieden de mogelijkheid aan over het algemeen surfgerelateerde bedrijven om zich hier op het terrein te vestigen. Een van de eerste partners is Aloha, Aloha Surfschool, die in de zomer op het strand zijn gevestigd en daar surflessen aanbieden. En in de winter met een container hier op het terrein staan. Een shop wat alle benodigdheden voor surfers aanbiedt, van surfplanken tot aan blokjes wax. Maar daarnaast bieden ze ook lockers aan. Er zijn veel surfers die in het centrum wonen of zelfs nog ver daarbuiten. En niet iedere keer met een surfplank onder hun arm richting Scheveningen willen komen. Dus die kunnen hier lokkertjes huren. Bij de Dingdokter kan je je kapotte surfplank laten repareren. Daarnaast biedt hij ook de mogelijkheid om samen met hem een eigen surfplank te bouwen. Hij begeleidt het hele proces, maar jij maakt je eigen surfplan. In Scheveningen zijn er naast golfsurfers van origine ook veel windsurfers en tegenwoordig ook veel kitesurfers. Voor hun kapotte zeilen kunnen zij terecht bij Stitch. Zij repareert hier de zeilen op het terrein. Maar daarnaast is hij ook gespecialiseerd in het maken van tassen en de overkappingen van bakfietsen. Durst is ook een van de bedrijfjes op het terrein. Hij maakt longboards van bamboe als basisproduct, wat een heel flexibel en duurzaam product is. Hij verkoopt die skateboards hier op het terrein, maar daarnaast biedt hij ook workshops aan zodat je zelf je eigen longboard kan maken. Sharkfin Events is een klein evenementenbureau hier op het terrein. Hij biedt strandactiviteiten aan scholen en bedrijven, waaronder longboard clinics en Palikoko juicing, wat juicing workshops zijn. Zoals iedere sport in Nederland heeft ook het surfen een eigen bond. In Nederland is dat de HSA, de Holland Surf Association. Ze zijn gevestigd hier op het surfdorp met hun kantoor. Vanuit dat kantoor bieden ze ook lifeguard trainingen aan de aanstormende surfleraren hier in Nederland. The tide is so high, yes, the tide.
Bas biedt ook ruimte aan culturele initiatieven. Zo hebben we op het terrein de Badgascontainer, wat een artist in residence is. Een initiatief van de Satellietgroep, waar elke maand een internationale kunstenaar in overnacht. Die woont in de bovenste container en heeft atelierruimte in de onderste. Zijn of haar project wordt dan aan het eind van de maand gepresenteerd. En vervolgens komt er weer een nieuwe kunstenaar in. Daarnaast bieden zij ook cinema aan zee, waar eens in de zoveel tijd een film wordt vertoond aan de zijkant van de container. In het midden van het terrein ligt een bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Die is door de Haagse bunkerploeg uitgegraven en daar is nu een echt museum in gebouwd. Van spullen die ze in de afgelopen 15 jaar hebben gevonden langs de kust in allerlei bunkers verspreid over Europa. De leden van de Haagse Bunkerploeg zijn alle vrijwilligers en geven rondleidingen aan scholen, maar ook aan toeristen hier in Scheveningen. Recontainer is een initiatief van een Haagse docent, waarbij hij buitenschoolse natuurkunde lessen aanbiedt aan scholieren. De proefjes zijn alle gebaseerd op de vier elementen. Het openluchttheater biedt de mogelijkheid aan de beentjes die bijvoorbeeld in de oefenruimte oefenen om direct op te treden voor een groot publiek. Daarnaast is het voor de bekende bands hier uit de regio een plek geweest waar ze geweldige optredens al hebben gegeven. Maar naast de muziek is het ook een plek waar wat ruimte biedt aan cabaret, dans en theatervoorstellingen. Vast heeft vanaf het allereerste moment ontzettend veel media-aandacht gekregen. Zo stond na 2 weken de NOS al op de stoep. Is Travel Channel langs geweest, de internationale reiszender. En hebben in 2012 de VPRO Droomstadprijs gewonnen. Op Vast komen natuurlijk surfers, maar ook skateboarders, jonge gezinnen, ouderen. Iedereen is hier van harte welkom en komt hier ook. Wat? Feestjes? Vat dit vast samen. Ik denk van niet. Het is een bijzonder project geworden. Niet gecreëerd door de inspanning van één persoon of één bedrijf, maar heel veel verschillende personen en bedrijven en instellingen hier op het terrein. Die allemaal de ruimte hebben gekregen om hun talent in te zetten. Waardoor het terrein ook continu in beweging is. En we hebben onszelf als doel gesteld om iedere week iets nieuws toe te voegen aan het terrein, iets nieuws te creëren. En dat is tot nu toe gelukt en dat willen we ook volhouden tot op het allerlaatste moment.